Goedemorgen, dames en heren van de pers, maar ook de kijkers en luisteraars thuis. Directeur, ook de inspecteur-generaal van de krijgsmachten, maar iedereen hier aanwezig. Het is genoegen om u weer hier te hebben, want u bent voor ons heel belangrijk, omdat wij via u informatie kunnen brengen naar die samenleving, maar waarbij wij u ook in de gelegenheid stellen om vragen te stellen over het beleid bij het ministerie van Defensie en vraagpunten die u heeft over het beleid bij het ministerie. Dus we geven u echt de ruimte om alle vragen die er zijn of die vraagpunten die er leven te stellen. Laat me dit beginnen vandaag met dat zorg voor veiligheid heel belangrijk is en dat is waaraan Defensie meewerkt. We willen voorkomen, maar we willen ook zorgen dat wanneer het niet voorkomen wordt, dat het beperkt wordt, crisissituaties, dreigingen, ongevallen, rampen en een adequate bestrijding daarvan. Daar staan we voor. U merkt dat de afgelopen periode heel veel heeft geregend en dat de situatie in diverse delen van het land heel erg nijpend zijn. Wat we doen daaraan is, wat er binnen de regering is, dat er een onderraad is voor krampen en crisis. En zeker wat het binnenland, er zijn een aantal ministers erin. De minister van regionale ontwikkeling en sport, de minister van openbare werken, de minister van financiën, minister van defensie, minister van justitie en politie. Dus er zijn een aantal ministeries die vertegenwoordigd zijn in de raad. Het geheel wordt gecoördineerd door NCCR. Wat zij moeten zorgen is natuurlijk de situatie in beeld brengen, de noodsituaties en de hulp die dan georganiseerd moet worden. En wat wij als Defensie doen is helpen bij het in beeld brengen van de crisis, maar ook zoveel mogelijk personeel, logistiek, ter beschikking stellen om te ondersteunen. Om die hulp daar te laten komen waar het noodzakelijk is. Dus dat proberen we. Maar NCCR is wat ons betreft leidend in het geheel. En wij staan klaar en wij staan nu ook klaar om daar waar het nodig is te ondersteunen. We hebben in de afgelopen periode ingezet om hulp te brengen. Om situaties in kaart te brengen. Ook via land, via water, via lucht. En dat gaan we blijven doen. Verder hebben we in de afgelopen periode gewerkt aan alle facetten van onze defensieorganisatie. En u wordt ook regelmatig geïnformeerd door onze voorlichting. Het is niet dat we alles dat we wachten en dat we alles houden voor deze persconferentie. Dat doen we niet. Wanneer we activiteiten hebben, dan wordt u geïnformeerd. Maar toch lijkt het ons goed om over sommige concrete dingen veel inhoudelijker te gaan. Veel meer in de diepte te gaan. En vandaag gaan we bijvoorbeeld twee onderwerpen nemen waar we in de diepte gaan. Eén is de toelage. Ik had u eerder geïnformeerd of de samenleving geïnformeerd dat ik een werkgroep had geïnstalleerd. En die werkgroep heeft het resultaat gepresenteerd en dat willen we met u delen. En natuurlijk, we hebben de inspecteur-generaal der krijgsmachten, een functie die in de afgelopen periode jaren niet was ingevuld. We hebben het bemenst en het is goed om te weten wat die functie inhoudt, wat men in de afgelopen periode heeft gedaan. Laat me dit zeggen, ik wil vandaag niet te lang praten, maar ik wil een paar aspecten toch belichten. Ik zei het al, we zijn bezig aan alle aspecten van de defensieorganisatie. Ook de beleidsprioriteiten die we in het beleidsplan hebben opgenomen, de 11 zaken, daar zijn we ook constant mee bezig. Er is geen één waar we niet mee bezig zijn. Maar natuurlijk, er zijn grenzen. Er zijn grenzen en die grenzen die aan de prestaties gesteld worden, die hebben te maken met beperkingen die we hebben. Kijk, we kunnen als leiders, als politieke leiders, als ministers, maar ook als personeel, als samenleving,
hele hoge verwachtingen hebben en hele hoge ambities hebben. Maar in de praktijk merk je toch dat er beperkingen zijn. En die beperkingen zijn de financiële beperkingen enerzijds, maar anderzijds zijn het ook beperkingen die te maken hebben met eigenlijk mensen, capaciteit, competenties van mensen, maar ook barrières soms in het hele ambtelijke. Procedures die er zijn, comptabele procedures, maar ook andere procedures. En wat wij doen is proberen binnen die mogelijkheden die we hebben, prioriteiten te stellen. Politiek-bestuurlijke prioriteiten. En wat niet mogelijk is met financiële middelen, daar kijken we. We kijken echt naar de low-hanging fruits. Want wat we wel willen als Defensie is dat wanneer we vooruit gaan, dat we de hele organisatie meenemen. Het is niet dat we één aspect belichten. Nee, we willen breed organisatie breed bekijken. En als we vooruit gaan, dan willen we samen vooruit gaan. Dus we willen onze resultaten ook borgen in de verschillende aspecten van de organisatie. En zo ga ik u een paar dingen noemen. Waarvan ik zeg dat we daar kijken. Of laat me het zo zeggen, we maken een afweging hoor. Een reële afweging bij de keuzes die we maken tussen de noodzaak. Hoe dringend is het? En de risico's als we het niet doen. En eigenlijk de middelen die we hebben. En soms weten we dat de verwachtingen dit niet beantwoordt aan de verwachtingen. En soms maken mensen zelfs wettelijk aanspraak op een aantal dingen. Bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden. Ik ga het noemen en ik denk dat de IGK, dus de inspecteur-generaal, misschien daarop straks ook zal ingaan. Is merk je dat het niet optimaal is. En het is dwars door de hele Defensieorganisatie. Of het nou het gebouw is van de militaire politie, of zelfs hier het gebouw op Defensie. Als je kijkt boven de toiletten, de werkruimte, of het nou is in de kazerne, of het nou is bij de luchtmacht, bij de marine, nergens. En bij de detacheringen, het is niet wat het wezen moet, dat weten we. Maar we kunnen niet alles tegelijk aanpakken. We gaan prioriteiten stellen. Voor dit jaar zijn we bezig en we gaan volgende keer op de persconferentie wat dieper hierop in. Dat we nu bezig zijn met een aantal posten waar we projectteams van maken. En dat we beginnen met het project te ontwikkelen. Weet je, dus inrichtingseisen, eisen waaraan gebouwen moeten voldoen. Teams die een projectplan samenstellen. En dat we de begrotingen maken. En dat we dan gaan aanbesteden. Dus daar zijn we bezig nu met 3 projectteams. En we hopen dus op de volgende maand misschien wat meer duidelijkheid te geven. Maar zo zijn we dus eigenlijk bezig met ook leiderschap binnen de Defensie op dit moment. En veel te investeren in ons personeel. U heeft het gemerkt. In de afgelopen persconferentie heb ik het al gezegd. Dit jaar wordt paraatheid, geoefendheid, een van de belangrijkste uitgangspunten binnen Defensie. Op dit moment hebben we 6 opleidingen gaande. Officiersopleiding, officiersvormingsopleiding, een onderofficiersopleiding, een leiderschapscursus voor onderofficieren, een opleiding voor militaire politie en een opleiding voor wapenherstellers. Dat zijn de 6 opleidingen die gaande zijn. Maar wat we ook hebben gedaan in de afgelopen periode, 2021 is dat 66 mensen naar het buitenland zijn geweest voor trainingen en opleidingen. En het heeft ons 1,8 miljoen SAD gekost. Voor ons is competenties zijn heel erg belangrijk. Mensen zijn voor ons heel erg belangrijk. Dus we besteden aandacht. De processen, we kijken echt ook naar processen in die organisatie. We hebben eerder hier gehad wapen. Vandaag gaat u kijken naar alle toelagen, we kijken naar aanvragen, dus alle processen krijgen echt aandacht bij ons. Verder kijken we naar de middelen. We hebben recent 2 aanbestedingen gehad voor voedingsmiddelen. 1 voor houdbare en 1 voor niet houdbare levensmiddelen. En dat is in proces voor 2022. Dus
We denken ook aan hoe we onze mensen gaan voeden. Het kost ons ongeveer, we zijn op jaarbasis bezig 534 mensen van maaltijden te voorzien. Het zij op detacheringsposten, het zij in de stad. En ik kan u wel aangeven dat wat voedingsmiddelen betreft, 2022 in vergelijking met 2021, we merken een significante stijging van de prijzen. Dat hebben we gezien bij de aanbestedingen. Dus waar we ongeveer 15 miljoen hadden om die aanbestedingen te doen, merken we dat in 2022 daar 30 miljoen voor nodig is. Dus het legt druk op onze begroting. We hebben niet alleen gekeken naar het bedrag, hoor. We hebben ook gekeken vanwege klachten die we kregen van militairen over de inhoud, de variatie van voeding, maar ook de presentatie van voeding. Daar hebben we naar gekeken en we hebben dus een aantal items uitgebreid. Ik ga twee noemen, het is niet de bedoeling dat ik alles noem, maar twee items waar we bijvoorbeeld uitbreiden is dat we een visproject hadden binnen het leger. En daar kregen we één soort vis. En nu hebben we geprobeerd vis mee te nemen in de aanbesteding om meer variatie te hebben. Dus dat gaat de kosten van voeding bijvoorbeeld laten toenemen. Dus dat zijn dingen waar we naar kijken in het geheel. De klachten die we uit het veld horen van personeel gaat ons niet voorbij. Want uiteindelijk willen we niet alleen mooie dingen presenteren aan u en leuke dingen presenteren. En dat alles koek en ei is binnen Defensie, absoluut niet. Onze mensen verdienen veel beter. We schrikken zelf als we plekken bezoeken van de omstandigheden waaronder mensen moeten werken. En dan nog zeg ik, we zijn samen in dit land en we gaan het samen moeten doen. En het is een feit dat in de afgelopen jaren onvoldoende is geïnvesteerd. En dat vandaar dus dat de situatie zich nu in één keer aan ons aandient. Maar wij sluiten onze ogen niet. We kijken naar de mogelijkheden en proberen binnen mogelijkheden zaken aan te pakken. We kijken ook naar communicatie, de samenwerking met internationale organisaties. We hebben regelmatig bezoeken van onze buurlanden, we hebben onze partners, Nederland, Amerika, Brazilië, al de landen. Dus dat proberen we, dat zijn overeenkomsten en die proberen we zo goed mogelijk ook uit te voeren. Maar ook de wetgeving heeft onze aandacht. We hebben op dit moment drie wetten. Twee wetten die al bij DNA zijn. Dat is wet op militair uniform en het gaat erom dat we militair uniform willen beschermen wettelijk. En het tweede is wet op chemische wapens. Dat willen we eigenlijk ook, dat is ook al in DNA. En vanmiddag hebben we een meeting met de commissie die erover gaat, om die commissie van informatie te geven. Maar wat we ook in voorbereiding hebben, is een conferentie, een workshop eigenlijk, die georganiseerd wordt door Defensie in samenwerking met de United Nations. En dat gaat over eigenlijk voorbereiden op wet op biologische wapens. Dat vindt plaats op 16 en 17 maart in Marriott, dacht ik. Maar het gaat erom dat Suriname partij is bij allerlei verdragen die te maken hebben met non-proliferatie en ontwapening. En dus het gaat om tegengaan van het gebruik van massavernietigingswapens en hun bestanddelen. En het zijn die massavernietigingswapens kunnen zijn nucleair, biologische en chemische wapens. En we zijn dus als land partij. En wat betekent dat we ook wetgeving in place moeten hebben die dat allemaal verbiedt. Dus het gaat er niet alleen om dat je lid moet zijn en mag zijn, maar je moet ook complyen aan die internationale regels en afspraken die je hebt als land. En wij proberen zoveel mogelijk te complyen. Wat we niet in place hebben, proberen we in place te krijgen. Dus chemisch verdrag
chemische wet is al naar de Nationale Assemblée. Betreffen voorbereidingen om die wet op conceptwet op biologische wapens te hebben. Dat doen we samen met VN zelf, stakeholders internationaal, maar ook lokale stakeholders, verschillende ministeries erbij te betrekken. En als het zover is, dan gaan we ook daarover informatie geven. Waar we ook mee bezig zijn, is een wet op, een overlijdensfonds voor militairen. We vinden dat het heel belangrijk is dat fonds te creëren. Want je ziet dat de kosten toenemen en dat mensen en ook militairen en hun huisgenoten in hele moeilijke posities terechtkomen waar ze de kosten niet in staat zijn te betalen. En wij vinden van, als we een fonds creëren en iedereen deelt in het fonds, dan is het makkelijker dat we dat mensen in de gelegenheid stellen om die kosten te kunnen dragen. Dus het is een solidariteitsfonds. En het is in concept klaar al. De werkgroep heeft het al aangeboden. Het is een laatste discussie die ik in de Defensieraad, dus in de legerleiding en de directie moet hebben. En dan is het ready om de procedure van Raad van Ministers, staatsraad en de hele keten te passeren. En dan kunnen we dat ook in place hebben. Ja. Voor de rest, waar we ook mee bezig zijn de begroting. U heeft gehoord dat de regering voornemens is een verhoging toe te kennen van ongeveer 17%. En dat moeten we ook begroten binnen onze begroting. Dus de afgelopen periode hebben we heel kritisch gekeken naar onze begroting. En we hebben uitgerekend dat ons ongeveer 100 miljoen SAD meer gaat kosten op jaarbasis, de begroting. En dat betekent dat, hoewel we een betere begroting hebben dan 2021, het voorstel van financiën is om onze begroting aanvankelijk in de eerste aanleg op te trekken van 601 naar 680. Recent hebben we daarop nog een reductie gehad. Dus dat betekent dat het voorstel is om die begroting te brengen naar 657 miljoen. En het betekent voor ons passen en meten. Passen en meten. En echt heel serieus kijken. En wat wij doen is ook, en de toelagen gaat u straks merken, dat ook een middel is om te kijken hoe we, vooral de personeelskosten, omdat dat de grootste hap is. Het was in 2021 hebben we 434 miljoen, dacht ik, uitgegeven. Ja, 434 miljoen uitgegeven aan lonen en salarissen. Daar komt dus op dit jaar iets meer dan 100 miljoen erbij aan eigenlijk lonen en salarissen. Iets meer dan financiën heeft geadviseerd om het 567 miljoen van te maken. En dat betekent dat we 100 miljoen hebben om alle andere onkosten te dekken. Dat betekent dat we met die 100 miljoen de rest moeten gaan zorgen voor SZF, sociale premies, voeding, brandstof, kleding van militairen, alle andere dingen. De renovatie, trainingen, alles gaan we moeten dekken met die 100 miljoen. Maar het is zoals het is, als we als land niet meer verdienen, kunnen we niet meer gaan halen. Dus dat betekent voor ons heel erg efficiënt omgaan met elke cent dat we uitgeven. Alles wat we doen, doen we eigenlijk transparant. En met, ondersteuning van elkeen. En we hebben voor 2021 ons jaarverslag van 2021 afgerond. En dat gaat ook aangeboden worden aan de president, de minister van Financiën, ook de Nationale Assemblée, zodat onze controlerende instanties, de Rekenkamer, het KLAT, dat ze inderdaad een verslag hebben
van wat we hebben gepresteerd in 2021. We vinden dat dit noodzakelijk is. En we gaan hieruit ook leren dat proces om te komen tot een jaarverslag. Want ja, we doen zoveel en niet iedereen houdt het allemaal bij. Maar we hebben managementinformatie, het verzamelen van managementinformatie, ook aan dat proces gewerkt en verbeterd. En we hopen in 2022 nog beter een verslag te presenteren. Zoals aangegeven zal ik kort een toelichting geven aan een onderzoek waar ik leiding aan mocht geven over de toelage die het ministerie van Defensie, het personeel van het ministerie van Defensie, aanspraak op maakt. Oké, dus op 23 juli vorig jaar heeft de minister de werkgroep geïnstalleerd, bestaande uit mij als voorzitter, de luitenant-kolonel Dennis Duurham als ondervoorzitter, majoor Annie Roet, majoor Kemp, kapitein Gijsvliet, eerste luitenant Hoft als secretaris en als ander lid van de CLO, meneer Hoogdorp. De bedoeling was om, toen we hier aantraden in 2020, juli, zagen wij door de bomen het bos niet meer. En daarmee werd bedoeld dat er een veelheid aan toelagen was, bestond, en dat op vele vragen die gesteld werden, er een enige onduidelijkheid bestond. Vandaar dat de minister toen besloten had om een werkgroep in te stellen die de zaak zou onderzoeken en dus transparantie zou brengen in dat doolhof van toelagen. De bedoeling was om uiteindelijk te komen naar een soort handboek voor het ministerie waar elk een zijn weg in zou kunnen vinden. En dus dat het handboek toegankelijk moest zijn voor alle personeelsleden van het ministerie. Nou, de werkgroep is van start gegaan en de bedoeling was dus eerst en vooral een inventaris te maken van welke toelagen, hoeveel toelagen er bestaan bij het ministerie van Defensie en gewoon een opsomming te maken. De werkgroep heeft geconstateerd dat er in totaal 47 toelagen waren waarvan personeelsleden van het ministerie van Defensie gebruik maken. Waarbij er een onderscheid gemaakt kon worden tussen 24 toelagen die specifiek van toepassing waren op het ministerie en 23 toelagen wat wij noemen die overheidsbreed waren. En daarmee werd bedoeld, het waren dus toelagen die op alle ministeries, op alle ambtenaren van alle 17 ministeries van toepassing was. Dus niet alleen van toepassing op het ministerie van Defensie. Dus dat is een eerste constatatie. Vervolgens heeft de werkgroep een controletoets gedaan. En daarmee wordt bedoeld, we zijn toen gaan kijken wie binnen het ministerie allemaal gebruik maakt of aanspraak maakt op die toelagen. We hebben als uitgangspunt genomen het van de maand augustus 2021 van het Centraal Bureau Mechanische Administratie. De lijst hebben we als uitgangspunt genomen. En we hebben geconstateerd dat in totaal er 4.466 personeelsleden, dus militairen en burgers samen, voor een bedrag van 3,9 miljoen vorig jaar, dus 2021, gebruik maken in totaal van verschillende toelagen. Nou, bij het onderzoek hebben we een paar zaken geconstateerd. Het eerste was 47 toelagen en
er was nog weinig overzicht op waar die toelagen zijn, wat het allemaal betekent. Dus het was een, er was niet zozeer een goed overzicht over met betrekking tot al die toelagen. Een tweede constatatie was dat tussen het operationele, dus de kazerne en het centraal kantoor, de administratie die alles moet bijhouden, dat er niet altijd goed gecommuniceerd werd tussen die twee instanties. En daarmee wordt bedoeld dat bijvoorbeeld als er binnen het operationele een wijziging plaatsvond van een functie van een militair, dat dat niet altijd snel en tijdig werd doorgegeven aan de administratie hier op centraal kantoor. En dat heeft natuurlijk ook altijd gevolgen, bijvoorbeeld financiële gevolgen. Als men dus recht heeft op een bepaalde toelage en het wordt niet doorgegeven of tijdig doorgegeven aan de administratie, dan gaat de persoon het op het einde van de maand ook merken op zijn salaris. En bijvoorbeeld dat als die communicatie niet goed verloopt, dat men soms geen, dus dat men niet tijdig aanspraak gaat maken op die toelagen. Dat we hebben gezien dat er ook een overlapping is van toelagen. Bijvoorbeeld de toelagen voor schoeisel, terwijl die toelage reeds geïncorporeerd is in de kledijtoelagen. Dus eigenlijk wat we geconstateerd hebben is dat er twee toelagen waren die eigenlijk hetzelfde beoogden. Namelijk schoeisel bijvoorbeeld. Dus er was een overlapping van bepaalde toelagen. We hebben ook geconstateerd dat bepaalde toelagen voor een bepaalde periode waren gecreëerd. En dat die periode reeds lang verstreken was. En dus eigenlijk dat de grondslag ervan reeds vervallen was. Maar dat de uitbetaling nog altijd gebeurt. Een andere belangrijke conclusie dat we hebben kunnen trekken uit dat onderzoek is dat de bedragen van bepaalde toelagen zeer sterk verouderd was. Je spreekt over 10 SRD per maand en dat soort dingen meer voor bepaalde toelagen. Dus er was bepaalde toelagen dateren van de jaar 2000 of zelfs ervoor. En last but not least, we hebben ook kunnen constateren dat er geen limiet is aan hoeveel toelagen een bepaald persoon aanspraak op kan maken. Bepaalde personen zien we op de lijst dat ze 2 toelagen hebben, anderen hebben 6 of 7. Op basis van wat we geconstateerd hebben, hebben we naar het bevoegd gezag een aantal aanbevelingen gedaan. En vooral duidelijkheid, dit rapport dat we een maand geleden volgens mij hebben gepresenteerd aan de minister, was slechts de eerste fase. En dat is dus de eerste fase die ik hier presenteer aan u. De volgende fase, dat houdt in dat op basis van de aanbevelingen die ik u zo meteen ga presenteren, dat er dan een concreet voorstel, elke aanbeveling zal dan een concreet voorstel uitwerken, zodat het bevoegd gezag een beslissing kan nemen daarover. Dus de aanbeveling, een van de aanbevelingen is dat wij naar het bevoegd gezag gezegd hebben van kijk, we hebben 47 toelagen en dat is van het goede een beetje te veel. Dus we hebben voorgesteld om het aantal toelagen, zeker voor wat de defensietoelagen betreft van 24, om dat te verminderen. Omwille van het feit, zoals ik u net aangaf, dat we geconstateerd hebben dat er soms overlapping of dubbele toelagen zijn. We hebben ook geconstateerd soms dat er toelagen bestaan die helemaal niet gebruikt worden. En zoals ik ook al aangaf, we hebben geconstateerd dat er bepaalde toelagen waren die eigenlijk al vervallen waren. Een andere aanbeveling naar het bevoegd gezag toe is dat de werkgroep
aanbeveeld om een sterke controlemechanisme te incorporeren. En het gaat hem eigenlijk erover, voornamelijk ook, zoals ik al zei, dat de communicatie heel belangrijk is. Als de administratie niet tijdig op de hoogte is van mutaties binnen het leger, dan heeft dat soms verregaande consequenties voor bijvoorbeeld de niet alleen maar financiële consequenties, maar soms ook rechtspositioneel. En daarom wordt er aanbevolen door de werkgroep dat die mutaties of die veranderingen binnen een bepaald tijdspek wordt doorgegeven aan de administratie. Zodat we dat snel kunnen verwerken en dat betrokkenen daar ook waar hij of zij recht op heeft, ook direct daarvan profiteert. Een andere aanbeveling van de werkgroep is dat het belangrijk is om een informatiecampagne met betrekking tot het onderwerp van toelagen op poten zet naar haar personeel toe. Het is belangrijk omdat we geconstateerd hebben dat velen niet weten van bestaan van bepaalde toelagen en waar zij of hij recht op zouden kunnen hebben. En dat heeft natuurlijk veel te maken met die veelheid aan toelagen. Een andere aanbeveling die de werkgroep gedaan heeft aan de minister is dat we geconstateerd hebben, zoals ik reeds zei, dat bepaalde bedragen sterk achterhaald zijn. En daarom dat de werkgroep dan aanbeveelt om te zeggen van is het misschien niet beter om bepaalde toelagen in percentages van de bezoldiging uit te drukken. Omdat we geconstateerd hebben dat de salarissen en lonen iets wat frequenter aangepast worden dan bepaalde toelagen. Bepaalde toelagen zijn 20 tot 25 jaar oud en zijn nimmer en nooit aangepast geweest. Vandaar de aanbeveling om bepaalde toelagen uit te drukken in vaste percentages van de bezoldiging, zodat die toelagen up-to-date blijven. En dus, het is de bedoeling, zoals ik zei, in een tweede fase, waar de werkgroep momenteel in zit, om die percentages per toelage te gaan vaststellen. Vandaar dus dat er nu een tweede fase is aangebroken voor die werkgroep. En dat gaat dan heel concreet worden voorgesteld aan het bevoegd gezag, zodat het bevoegd gezag daar beslissingen in kan nemen. Minister, directeur, aanwezige mensen, kijkers en luisteraars thuis. Goedemorgen ook, goedemiddag denk ik nu van mijn kant. Het is me gevraagd om een uiteenzetting te geven over IGK, de inspecteur-generaal der krijgsmachten. Ik ga proberen om het zo duidelijk mogelijk te doen, om u een zo helder mogelijk beeld te geven van de werkzaamheden die verricht worden in het kader van de inspecteur-generaal der krijgsmachten. Enkele maanden geleden, toen het mij gevraagd zou worden om dit te doen, zou ik het niet kunnen doen, omdat ik in principe geen beeld had van de werkzaamheden. Vandaag de dag hebben we een organisatie kunnen opzetten die functioneert en Ik zou beginnen vanmorgen om te praten over het doel van IGK, de verantwoordelijkheden, uitvoering, de wijze waarop opdrachten binnenkomen op de afdeling. We gaan praten over de inspecties die we hebben gehouden in 2021 en over onze jaarplanning van 2022. Het doel van IGK is het bijdragen tot kwalitatieve verbetering van de defensieorganisatie door middel van inspecties, toezicht houden op naleving van wettelijke bepalingen, CQ voorgeschreven regels, functionering van de krijgsmacht. De verantwoordelijkheid van de IGK is uiteraard het adviseren van de minister
gevraagd en ongevraagd over zaken die zijn onderzocht, waarover navraag is gedaan en waarover we valide informatie hebben kunnen verkrijgen. De inspecteur-generaal bemiddelt ook bij individuele kwestie het personeel rakende. Uiteraard zaken die reeds bij de grote tafel zijn beland, die worden niet onderzocht door de inspecteur-generaal der krijgsmacht. De inspecteur-generaal der krijgsmacht is ook verantwoordelijk voor het aansturen en beheren van programma's van het bureau. Er wordt toezicht gehouden op gerelateerde methoden en procedures. Methodes en procedures waarom? Omdat de IGK toegang nodig heeft tot informatie en tot werkruimtes. En daartoe heeft de minister vorig jaar ook goedkeuring gegeven aan een protocol. Het zijn regels, vastgestelde regels, waarbij toegang en informatie naar locaties wordt verkregen. Binnen het bureau wordt ook leiding gegeven. Er wordt gewerkt aan het trainen van het personeel en het evalueren van het personeel. Ik ben tot nu toe de heer dankbaar voor de mensen die om me heen zijn geplaatst. Het zijn allemaal gedreven en gemotiveerde mensen. Met heel veel hart voor hun werk, minister. En deze mensen, het zijn allemaal inspecteurs die zelfstandig werken. Of als lid van een team in het veld kunnen gaan. En alle onderzoekingen die verricht worden, worden conform het protocol verricht. De wijze waarop opdrachten binnenkomen bij het bureau. We ontvangen opdrachten van de minister aan de hand van beleidsinzichten van de minister of vanuit onderwerpen die tijdens de Defensieraadsvergaderingen aan de orde komen en waarvoor betrokkenheid van IGK verwenst is. Inspecties worden ook jaarlijks gepland op het bureau. Natuurlijk, we plannen, maar de planning stemmen we ook af op het beleid van de minister, zoals de minister in haar beleidsplan heeft aangegeven. Een van de zaken die de minister bijvoorbeeld heeft aangehaald in haar toespraak is de toestand van het materieel. Die zaken hebben we ook meegenomen tijdens onze inspecties. Inspecties kunnen uiteraard zeer complex zijn. Je komt op een locatie aan, je ziet bepaalde omstandigheden, maar de ware toedracht daarvan moet nog onderzocht worden. En om achter die informatie te komen, worden er gesprekken gevoerd met afdelingshoofden, met commandanten, met technische deskundigen of andere ter zake deskundigen. Het doel is dat we zo diepgaand mogelijk informatie verkrijgen om tot zeg maar, de wortel van problemen te komen die we constateren in het veld. Het werk is afgerond van onze zijde wanneer we een rapport hebben ingediend bij de minister. Rapportage doen we schriftelijk, zoveel mogelijk schriftelijk. En de effectiviteit van het rapport kan beoordeeld worden aan de deugdelijkheid van de informatie die erin verwerkt is. En niet zozeer op basis van de werkmethodes die we toepassen. Het kan ook voorkomen dat we mondeling rapporteren aan de minister. Dat is in geval er tijdens het werk geconstateerd wordt dat iets een dusdanige aandacht verdient, dat er misschien direct maatregelen getroffen moeten worden. In 2021 hebben we een aantal inspecties verricht. We zijn begonnen met de Centrale Wapenkamer. De wapenkamers te inspecteren. We hebben nog niet alles gedaan. Het werk wordt in 2022 voortgezet en mogelijk afgerond. In 2021 hebben we ook de voedingsketen gedaan. Het ging om leveringen vanuit naar de centrale keuken en de leveringen vanuit de centrale keuken. In 2022 zullen we ook verder nagaan hoe deze werkzaamheden
verder plaatsvinden en of er verbetering heeft plaatsgevonden. We hebben verder geïnspecteerd. Luchtmachtbasis, marinebasis, alle krijgsmachtsdelen, de militaire politie, de landmacht, objecten, werkomgeving, personeel, materieel. In feite een totale doorlichting van de krijgsmachten. Het streven is om dit soort inspecties met intervallen van 2 jaren te doen. Waarom? Net als de minister daarnet aangaf, zaken veranderen. We hebben in 2021 die inspecties verricht. Toen we bij de luchtmacht aankwamen, vloog geen enkel helikopter. Vandaag de dag zijn ze in de lucht. De minister sprak ook over opleidingen. Toen we bezig waren met de inspecties, waren er, ik denk, 4 opleidingen gaande. Er zijn nu 6 opleidingen gaande. Dus er zijn veranderingen. Dus we gaan niet elk jaar zulke doorlichtingen doen, maar dan om de 2 jaar. Tegelijkertijd hebben we ook nog een enquête gedaan onder manschappen van het leger, om ook te weten hoe hun bevinding is over de organisatie. Net als wat de minister zei, ze doen hun werk, maar de omstandigheden waaronder ze hun werkzaamheden doen, zijn niet altijd optimaal. Dus in dat kader hebben we een enquête gedaan onder de manschappen. En we zijn ook van plan om in 2022 onder het kader, de onderofficieren, een soortgelijke inspectie te doen. We hebben ook verricht een inspectie op 1 detacheringspost, de Afobaka. De minister gaf het ook aan in haar toespraak. Het is nodig om tot standaarden te komen hoe een detacheringspost eruit zou moeten zien. Als u hier kijkt op de beelden, dan ziet u hoe de keuken eruit ziet. Wat u daar ziet op het eerste plaatje is de ingang en daarnaast die keukenrekken. Ja, tijdens de gesprekken met de manschappen die op deze detacheringspost gestationeerd zijn. Het is een detacheringspost van Afobaka. Ondanks de situatie, de omstandigheden, je ziet ook hier de rest van de keuken. Ondanks de situatie bleken ze heel gemotiveerd te zijn. En met heel veel plezier, kan je bijna zeggen, doen ze hun werk. Het leger heeft bijkans zo 20 legeringsplaatsen waar militairen gestationeerd zijn, verspreid over het hele land. We willen in 2022 ook deze gebieden, deze detacheringen aandoen. Post Afobaka. Heel mooie plaats, maar de omstandigheden van de militairen, zoals u ziet, zijn niet zoals het wezen moet. Dat was het dan van mijn kant. Als er vragen zijn, dan hoor ik het. Dank u wel. Ja, goedemorgen, Rein Laroes, SCVS. Ik heb ten eerste een vraag voor de minister. Minister, en u werkt eraan om transparantie qua beleid, qua uitvoering van wat er allemaal gebeurt binnen het ministerie. Als we kijken naar de academie, de militaire academie, in hoeverre lukt het met die academie? Vindt er nog optimale scholing plaats? Hoe staat het met de personen, de docenten die daar te werk gesteld zijn? Hebben ze een adequate scholing om daar les te kunnen geven? Hoe staat het daarmee?
Als we kijken naar ook de inzet van de militairen nu met wateroverlast in het binnenland. Hoeveel heeft dat het ministerie gekost? Zijn er genoeg manschappen beschikbaar om de werkzaamheden uit te kunnen voeren? U gaf aan dat bij de laatste persconferentie gaf u aan er waren niet genoeg vervoersmiddelen, er waren enkele stuk. Hoe is dat opgepakt vanuit de Raad van Ministers? Aan de directeur over de toelages. Wat is de, naar hoeveel toelages u, er zijn 47 toelages die moeten teruggebracht worden. Naar hoeveel moeten die teruggebracht worden? En zal dat kostenbesparend werken voor het ministerie als het aantal toelages zijn geresideerd? En aan de inspecteur, de inspecties die hebben plaatsgevonden, over hoeveel tijd is dat gebeurd? En u sprak erover dat de militairen, de manschappen gemotiveerd zijn om te werken. Hoe krijgen jullie dat voor elkaar? Want als u kijkt naar zo'n gebouw, werkt dat niet bepaald motiverend? En in hoeverre zouden deze gebouwen toch wel gerenoveerd kunnen worden vanuit het ministerie? Heel hartelijk dank voor de vragen. Met betrekking tot de Surinaamse Militaire Academie moet ik zeggen dat toen ik er kwam dat er één officiersopleiding gaande was. Maar door COVID had het zoveel onderbrekingen. Maar dat is nu opgepakt en we hopen eigenlijk eerste jaar 2022 dat af te ronden, maar inmiddels is de voortgezette officiersopleiding gestart. Dus het is niet zo dat we stil zijn gebleven. Die opleiding is in januari gestart. Maar in elk geval, of januari of februari, ik heb de juiste data niet, maar het is gestart. We hadden eerst een vormings en daarna is de opleiding gestart. Ook bij de onderofficiersopleiding, want we hebben daar niet alleen de militaire academie, maar ook de militaire school. Toen was er een onderofficiersopleiding, die hebben we opgepakt. Die gaat in april afgesloten worden. En we hebben gestart het leiderschapsprogramma voor onderofficieren. En we zijn ook bezig met de manschappen, dus echt de lagere rangen. Daar willen we heel veel in investeren. Maar tegelijkertijd zijn we bezig met een transitie. En de visie is eigenlijk, en daar zijn dus wat voorstellen gedaan. We hebben 3 opleidingsinstituten binnen het Nationaal Leger. De SMA, de SMS en CONL. De opleidingsinstituut in het leger. Willen we efficiënter worden en een beetje gaan mergen. En capaciteit, waardoor we dus echt sneller, beter op elkaar afgestemd zijn, et cetera. En daar hebben we dan ook die overeenkomst met Nederland, met de Nederlandse Militaire Academie. We willen samen, en we zijn al eigenlijk zover dat profielen zijn geschreven voor officieren, onderofficieren en manschappen. We zijn bezig te kijken naar profielen van docenten per opleiding. We zijn bezig te kijken naar het curriculum van de opleidingen. En dus daar is een werkgroep mee bezig. En we hebben recent nog in de Raad van Ministers, ik dacht vorige week of 2 weken geleden nog, de docentenvergoeding aan al die opleidingen aangepast. Dus wat dat betreft loopt het. We kijken naar de vorderingen eigenlijk. Verder inzet van manschappen, militairen wat betreft de wateroverlast. We staan standby. Wat er nodig is, gaan we ter beschikking stellen. Ik zal niet zeggen dat we optimaal hebben, maar we stellen prioriteit. Kijk, wanneer we in een crisis zijn, een calamiteit zijn en wanneer mensen hulp nodig hebben, dan is dat voor ons hoogste prioriteit. Want we willen niet het verwijt krijgen dat we niet optimaal daarop hebben ingespeeld of nonchalant zijn geweest. Het gaat om mensen, het gaat om Surinamers en wij zijn dienstbaar. We zijn ter beschikking van de Surinamer. Dus zodra een beroep op ons gedaan wordt, willen we echt alles in het werk stellen om te zeggen van wat we hebben, gaan we ter beschikking stellen. Ja, dus voor ons is dat nooit een optie. Waar we wel kijken en kritisch naar zijn, bijvoorbeeld verzoeken om ondersteuning naar die samenlevingen, vervoer, bijvoorbeeld om een sportdag of wat dan ook. Daar hebben we gezegd, daar gaan hele concrete richtlijnen voor komen. Daar zijn we nog niet, zijn we bezig nog aan het nadenken. Maar we gaan wel daar strakker zijn.
Want de bedrijfskosten, bedrijfsvoeringskosten zijn hoger geworden, brandstof. Dus je kan niet blijven beschikbaar zijn voor die samenleving. Ook al heb je die bus, maar je zal brandstof moeten betalen. En dat gaat ten koste van onze begroting. Dus daar gaan we kritisch naar zijn. Het gaat niet zo meer zijn dat we op elk verzoek ja gaan zeggen. Want er was, wat we merkten, is dat scholen, bedrijven, organisaties allemaal een verzoek richten naar Defensie. Van kan je ons ondersteunen met de bus beschikbaar stellen van hier naar Nigeria, et cetera. Daar gaan we zuiniger mee zijn. We gaan prioriteit geven aan kwetsbare groepen, ouderen, kinderen, scholieren. Maar niet alle verzoeken gaan we goedkeuren, laat me toe zeggen. Vervoersmiddelen, nee, we hebben nog niets kunnen kopen. We hadden tijdelijk aangehuurd, maar ook dat hebben we een beetje afgezegd. We wachten op de nieuwe begroting, want in de nieuwe begroting hebben we voor vervoerskosten budget opgenomen. Maar zolang die niet goedgekeurd wordt, kunnen we geen nieuw vervoer aanschaffen. Dat is wat betreft de drie vragen. Met betrekking tot de toelagen, de directeur zal daarop ingaan. Maar laat me dit zeggen, kijk, toelagen zijn in de loop der jaren eigenlijk een middel geworden om onderdeel te zijn, salarisverhoging te krijgen. En ik lachte toen de directeur presenteerde, omdat dit al een hele tijd aan de gang is. En ik denk dat we als ministerie van Defensie niet helemaal autonoom zijn. We zullen afhankelijk zijn ook van de totale regering. Wat is het regeringsbeleid met betrekking tot toelagen? En wat doen zij daarover? En welke besluiten nemen zij? Wij gaan ze wel voeden. En natuurlijk werkt het kostenbesparend. Want als mensen oneigenlijk die toelagen krijgen, dan is het een belasting van de begroting. Maar als ze het niet rechtmatig krijgen, ook als ze aanspraak maken en het niet krijgen, leidt het ook tot demotivatie, onrechtvaardigheid. Dus daarom willen we heel scherp erop zijn. Ja? Met betrekking tot de inspecties, en ik weet niet of de directeur nog wil reageren. Nee, is prima? Oké. Okay. Minister, tot slot nog één laatste vraag. Met betrekking tot voeding, u heeft gesproken over de kosten moeten wat omhoog, want het is ietsje duurder geworden. Maar hoe staat het zelf? Ik weet niet als ik dit correct heb. Maar het leger was bezig met moestuinen. Bestaat dat nog om toch wel de kosten te kunnen drukken, zodat er toch wel extra geld overblijft voor het ministerie? Ja. Ons agrarisch bedrijf in Saramaka produceert nog heel veel. En eigenlijk zijn we wat groente betreft zelfsupportend, zelfvoorzienend. We kopen helemaal geen groente meer in. We zijn wel bezig, we maken een uitzondering alleen voor posten als Brokopondo, Marowijnen, Nikeri. Want we kunnen die posten niet vanuit de stad voorzien. Dus die posten kunnen alleen lokaal kopen. Maar de rest van het leger, dat is zelfvoorzienend vanuit agrarisch bedrijf. En we willen het zelf uitbouwen. En wat overschot is aan voedsel, aan groente en alles, doneren we aan sociale instellingen. De vraag was binnen hoeveel tijd de inspecties zijn verricht. De inspecties zijn in oktober begonnen en we zijn zo midden december gestopt. Ik moet toegeven, we hadden in het begin kinderziektes, zoals het toegaat bij elke nieuwe organisatie. Maar ondertussen weten we beter en die zaken zullen natuurlijk aangepast worden in de toekomst. Met betrekking tot het renoveren van de gebouwen, ik denk dat de minister dat ook al had aangegeven in haar toespraak aan het begin, dat een zaken projectmatig aangepakt zullen worden. En in principe zou dat ook een van onze aanbevelingen zijn, gezien de scale van het probleem dat zich voordoet. Ja, dank u wel.